We starten met de spellingles van thema 8, les 4, toernooi in Frankrijk. Hiervoor heb je nodig uw geel werkboek D op pagina 53 en ook een markeerstift. Deze les gaan we extra aandacht besteden aan de hoofdletter. Ik weet wanneer ik een hoofdletter moet schrijven. En ik schrijf ook een hoofdletter waar het moet. Daarop gaan we goed oefenen. We gaan starten met de eerste oefening die je terugvindt op pagina 53, nummer 1. We krijgen een tekst en in die tekst gaan we de hoofdletters markeren. Zorg ervoor dat je een markeerstift bij de hand hebt. Dan lees ik nu de tekst voor. Terwijl ik lees, duid je met je markeerstift alle woorden aan die een hoofdletter hebben. Het weekend van onze lieve Heer Hemelvaart staat voor de deur. Hamza speelt dan met zijn voetbalteam een toernooi in Frankrijk. Zijn moeder wil dat zijn kamer opgeruimd is als hij vertrekt. Tijdens het opruimen ontdekt Hamza achter de kast een atlas. Hij zet zich aan zijn bureau en zoekt zijn bestemming op. Het toernooi vindt plaats in het zuiden van Frankrijk, om precies te zijn in Biarritz. Biarritz is een badplaats aan de Atlantische Oceaan. Ze rijden eerst met de Thalys naar Parijs. Daar stappen ze over op de trein naar het zuiden. Het bedevaartsoord Lourdes is niet zo ver van hun bestemming. Daar reizen jaarlijks veelgelovige mensen heen om er te bidden voor onze lieve vrouw. Heb je alle woorden die een hoofdletter hebben gemarkeerd, dan kan je nu nakijken met de correctie. Heb je de tekst goed nagekeken? Bekijk het dan even opnieuw. En probeer nu zelf eens 5 punten op te sommen. Wanneer gebruiken wij een hoofdletter? Wanneer schrijven we nu een hoofdletter? Heb je de 5 punten gevonden? Hier zijn ze. Aan het begin van een zin. Bij een naam van een persoon. Een eigen naam dus. Bij een aardrijkskundige naam. Dat kan een straat zijn, dat kan een gemeente, een provincie, een land, de zeeën en ook rivieren. Bij feestdagen en bij een naam van een god, zoals God, Allah, Yahweh en Zeus. Zo, dan gaan we eens kijken of we weten waarom er bij deze woorden een hoofdletter werd geschreven. De woorden komen nog steeds uit de tekst nummertje 1. Tijdens, Thalys, Biarritz, Onze Lieve Heer Hemelvaart, Atlantisch Oceaan en Onze Lieve Vrouw. Kan jij vertellen waarom er daar een hoofdletter wordt geschreven? Heb je het gevonden? Wel, tijdens krijgt een hoofdletter omdat het in het begin van de zin staat. Thalys krijgt een hoofdletter omdat het een eigen naam is. Het is een naam van een trein. Biarritz heeft een hoofdletter omdat het een aardrijkskundige naam is. Onze Lieve Heer Hemelvaart heeft de hoofdletter omdat het een feestdag is. Atlantische Oceaan omdat het een aardrijkskundige naam heeft. Onze Lieve Vrouw omdat het een eigen naam is. Wat we zeker nog moeten onthouden, dat zijn de uitzonderingen. Wanneer schrijf je geen hoofdletter? De namen van de dagen van de week. De maanden. De seizoenen. Dus herfst, winter, zomer en lente. De windrichtingen, zoals noorden, zuiden, het zuidoosten. En personen zoals tante, oom, mama enzovoort. Neem een markeerstift voor de volgende oefening, nummer 2, afspraken maken. Je leest de tekst
en je markeert alle woorden die een hoofdletter moeten krijgen. Probeer bij deze gemarkeerde woorden ook eens na te gaan waarom deze woorden een hoofdletter moesten hebben. Nu is het aan jou. Kijk goed of het woord een hoofdletter moet hebben, ja of nee. Schrijf de woorden over en schrijf ze indien nodig met een hoofdletter. Is het klaar, dan ga je het verbeteren en vergeet ook niet de pijl aan te duiden. Ging het heel goed dat je blauw markeert en ging het wat moeilijker, dan duid je de groene pijl aan. We starten nu nog even met een kort dictee. Dat noteer je op pagina 55 bij Flits. Het zijn 3 zinnetjes en let heel goed op het juist schrijven van de hoofdletters. Zin 1. Het zuiden van Frankrijk grenst aan Noord-Spanje. Het zuiden van Frankrijk grenst aan Noord-Spanje. Tweede zin. Wij gaan jaarlijks naar Brugge tijdens de paasvakantie. Wij gaan jaarlijks naar Brugge tijdens de paasvakantie. En zo komen we bij de laatste zin. Voor Moederdag knutselden we een fotokader. Voor Moederdag knutselden we een fotokader. Kijk alles heel goed na, gebruik je groene balpen en schrijf daarna eventueel de foutjes nog op het lijntje dat daar speciaal voorzien is. Zo, ben je klaar met verbeteren? Is het goed gegaan? Wel, een dikke proficiat. Probeer in ieder geval goed te onthouden wanneer je een hoofdletter moet schrijven.